Welkom bij de finale van The Genius. Een spel dat het brein tot in iedere verborgen cel uitdaagt. De afgelopen weken is het deelnemersveld kleiner en kleiner geworden. 7 spelers die dachten zich te kunnen kronen tot winnaar van The Genius kwamen van een koude kermis thuis. Hoe ver had de slinkse horlogeverkoper Jasper het kunnen schoppen als hij niet onmiddellijk all-in was gegaan? Ik ben rectangel maken. En die voor een post? Was hij te lief voor The Genius? Hij is er een van ons moet gaan bloeden. Klaar. Nizar kon zich er niet mee redden. Livestreamer Rick was niet lief. Het is te laat, no deal. Had je maar eerder moeten komen. Nee, hij was een wervelwind en ijzersterk. Je hebt me genaaid. En werd er daarom met liefde uitgebonjourd door Roxanne, die daarvoor zwaar gesponsord werd door de andere deelnemers. Oh, wat erg. Je hebt er geen één gekregen. Maar een aflevering later werd onze handige en zeer streetwijze online personality zelf mat gezet door schaakmeester en stille kracht Anamaya. Strafrechtadvocate Feride werd helemaal gek van ongedierte in The Genius en kon dat prima over haar lippen krijgen. En ik ben echt geïrriteerd omdat je iedere keer iemand afschildert terwijl jij gewoon de rat bent. Hou gewoon op hiermee. Heerlijk, die conflicten. Daar hadden we nog best wat langer van willen genieten. Maar cabaretier Fabian raakte de weg kwijt bij Deathmatch on Track. Uiteindelijk verloren we ook nog Nelke, die onverbiddelijk werd afgebluft door Feride. Pas. Oh. En vorige week Nushka, die in Thomas haar meerdere vond. Gefeliciteerd. Dankjewel. Met z'n drieën zijn ze nog over en gaan ze vandaag de laatste aflevering in. Sluwe thrillerschrijver Thomas deinst nergens meer voor terug. Wat is hij waard in het eindspel tegen schaakmeester Anamaya? En is er iemand zelfverzekerder dan strafrechtadvocate Feride? Ik ga winnen. Het is voor mij. Wat gaat er in deze finale aflevering gebeuren? Wie gaat er op het laatst nog onderuit? En wie zet de kroon op zijn werk in het strategische web van The Genius? Wat een avontuur, hè? Poeh, en nou nu finale. Na al die rondes ga ik vandaag jullie allebei uitschakelen. Denk je dat echt? Ik ben gekomen om te winnen. Ik dacht, dit pakt niemand mij af. Ik zal dit winnen omdat ik de genius ook ben. Jullie zijn allemaal gemotiveerd, denk ik. Zeker. Ik ook. Zowel Feride als Annemarie zijn ontzettend sterke uitdagers, maar ik kan ze zeker aan. We gaan er beginnen. De top 3 genius tegen elkaar. Ja. Ja. Ik denk dat ik de genius ga worden, omdat ik door het schaken heel veel strategisch en tactisch inzicht heb. Zo. 3 winnaars. Helaas gaat dat moeilijk worden, spelers. Vandaag valt de beslissing. Wordt iemand van jullie de winnaar van dit spel? Annemaya, Feride en Thomas, jullie zijn zo dichtbij. Maar de main match van vandaag spelen jullie niet alleen. Jullie nemen het als Genius Team op tegen 3 spelers die jullie door en door kennen. De afvallers van de laatste 3 afleveringen. Bevestig mij dat de ware genius in jullie team schuilt door hen te verslaan. Succes! Hallo, schattenboutje. Hallo. Heel verrassend. Ik had echt niet verwacht dat er nog 3 zouden terugkomen. Leuk dat je weer te zien. Ja, Fabian heeft iets persoonlijks met mij. Terwijl ik hem niet genaaid heb, nooit niet. Ik had liever natuurlijk iemand anders teruggezien. Hallo, leuk dat jullie er zijn. Welkom. Terug. 3 spelers terug. Betekent dat dan al dat ze ook nog kunnen winnen? We moeten dus tegen jullie spelen. Wij moeten tegen jullie spelen. Ja. Oh, dat is bijzonder. Het was superleuk om jullie weer te zien. Maar ik ben heel benieuwd wat het gaat worden nu. Zo, zijn jullie uitgepraat? Hebben we alle beleefdheden achter de rug? Dan starten we nu met de 8e main match. Final Destination. Het spel wordt gespeeld als een teamstrijd tussen de Genius-spelers en de Revenge-spelers. Er is een gebouw met de kamers 1 tot 100. Beide teams krijgen hun eigen pion. Beide pionnen starten in kamer 1. Hoeveel vakjes de witte en de zwarte pion verplaatst worden, hangt af van de beslissing van alle 6e spelers. De teams zijn om en om aan de beurt. Bij de beurten van beide teams drukken alle spelers een 0 of een 1.
De pion wordt zoveel vakjes verplaatst als het aantal keer dat er 1 gedrukt is. Je mag met je team overleggen wat je gaat drukken. Als er een lift naar boven of beneden staat op het vakje waar een pion eindigt, dan gaat de pion naar de eindbestemming van die lift. Je kan daarmee tussen de 1 en 4 etages voor- of nadeel behalen. Zo blijf je je pion verplaatsen. Het team waarvan de pion als eerste kamer 100 bereikt of daaraan voorbij gaat, wint. Maar let op, er is een tijdslimiet bij dit spel. Als er na een uur nog geen team boven is, wint het team dat op dat moment in de kamer is met het hoogste nummer. Oké. Dus jullie kunnen gewoon wel nog naar de finale. Ja. Dat zet de verhouding wel even op het spel. Jazeker, de revenge-spelers kunnen ook winnen. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Want ze moeten daarvoor niet alleen het Genius-team achter zich laten op de speeltafel. Ook moeten ze voldoen aan hun geheime persoonlijke opdracht. Je hoort het goed, hun geheime opdracht. Als ze die behalen, gaat degene die de meeste afleveringen van de Genius overleefde naar de finale. Samen met 1 speler van het Genius-team. Nou, mijn nagels zijn scherp gefaald. Ik ben moordlustig vandaag. Ik ga het heel erg moeilijk maken. Wacht, er is nog iets waar je waarschijnlijk heel benieuwd naar bent. Hoe eindig je als Genius-speler bovenaan in je team? Dat doe je door punten te scoren. De Genius-spelers kunnen 8 naambordjes van 1 punt en 2 bordjes van 2 punten op de kamers leggen. Wanneer de witte of zwarte pion na een zet terechtkomt op een naambordje, scoort de eigenaar ervan telkens 1 of 2 punten. Je kunt het aantal 2 punten bordjes vergroten door bordjes van 1 punt op te waarderen naar 2 punten. Dit kost je 3 G-coins per bordje. Laten we kijken naar de G-coin-stand. Die zijn trouwens alleen in het bezit van het Genius-team. Anamaya en Feride kunnen als ze willen dus ieder 2 bordjes opwaarderen. En Thomas 1. Anamaya, hoeveel bordjes wil je omdraaien? 2. 2. Dat kost je 6 G-coins. Door het schaken heb ik heel veel strategie en ben ik ook heel erg tactisch ingericht. Dus ik denk dat ik daar een voordeel door heb. Hoeveel bordjes wil je omdraaien? 2. Dankjewel. Thomas? Ik ga 1 omdraaien. Kost je 3 G-coins. Dankjewel. Mag je er 1 op tafel leggen? Laten we kijken waar de 2 puntenbordjes terechtkomen. De Genius-spelers kregen er ieder 2 en hebben optimaal gebruik gemaakt van hun G-coins om bordjes te upgraden. Anamaya en Feride kunnen er nu 4 op tafel leggen en Thomas 3. Zodra de pion dus na een zet op 1 van die vakjes eindigt, krijgen de bezitters ervan dubbele punten. Ook de rest van de kaartjes wordt verdeeld over de tafel. Deze kaartjes leveren ieder 1 punt op. Ik heb ze zo verdeeld dat zoveel mogelijk in het midden zal komen. Omdat ik ervan uitging dat we heel veel in het midden zouden blijven. Spelers, we beginnen nu met de laatste main match. Het Genius team mag beginnen. Jullie mogen nu beslissen of jullie een 0 of een 1 drukken. Het uur gaat nu in. Succes. Alright, ik denk dat wij ons even moeten gaan afzonderen. Laten we dat doen. Ik denk dat we toch op elkaar zijn aangewezen om samen in ieder geval van het andere team te winnen. En dan moeten we kijken hoe het onderling gaat. Wat denk je dat hun individuele opdrachten zijn? Zal dat zijn dat één van hun er belang bij heeft, dat jij wint, eentje dat ik win, dat eentje dat jij wint of zoiets? Ik denk dat zij gewoon gaan zeggen 3 keer 23. Een patroon misschien. Ja. Laten we eens kijken naar die persoonlijke opdrachten. Alsjeblieft. Dankjewel. Voor Fabian geldt dat tijdens de beurten van het Genius Team alle 6e spelers minimaal 3 keer 0 drukken. Voor Nelke geldt, Feride moet minimaal 10 en maximaal 15 punten halen. En voor Nushka, het Genius Team moet 5 keer de lift omhoog en 5 keer de lift naar beneden nemen. Mijn individuele opdracht is zeker haalbaar om toch die plek te kunnen pakken. Maar momenteel ligt de focus eerst op snel naar boven komen. Spelers, kom naar de gamezone om het aantal zetten te bepalen voor het Genius Team. Wat zijn de mogelijkheden die beide teams hebben? Ze moeten zo snel mogelijk naar boven. Die liften op nummer 3 en 5 zijn daarom heel interessant. Ik denk dat we gewoon allemaal moeten drukken. Ja.
Allemaal? Ja. Eén. Om de lift op nummer 5 te halen, besluiten de Genius Team spelers alle 3 op de 1 te drukken. Met die 3 stappen plaatsen ze zichzelf al over de lift op kamer 3. Is dat slim? De spelers gebruiken een stemkastje om 0 of 1 te kiezen. Het Revenge Team kiest samen 0. En zo blijft het totaal aantal zetten 3. Wit gaat 3 stappen vooruit. Als het Genius Team 2 had gedrukt en zo met hun eigen stappen op 3 was gekomen, hadden ze 2 kansen gehad om een lift te bereiken. Nu is het Revenge Team met de zwarte pion aan de beurt. Zwart gaat 5 stappen naar voren. Ook zij missen op een haar na de lift. Liften zijn handig, maar voor het Genius Team zijn punten dat ook. Bij de volgende beurt is het Anamaya die als eerste weet te scoren. Anamaya, 1 punt. Gelukkig zat al. Kon niet anders. Op naar de zwarte pion. Wat besluit het Revenge Team? Ze hebben weer 2 liften binnen bereik, op 8 en 11. Maar hoe kom je daar? Ik wil op 8. Precies, meteen naar voren. Let wel even, want ik heb 11. Welke? Die 11 die erachter komt. Zij gaan sowieso 3 in typen. Want dan zijn we over de 8 heen. Dus dan weet je 2? Welke 2 gaan? Denk ik. Ja, sorry. Zou dat ook? Komt zwart op 11? Ze drukken samen op 2 en hebben 3 posities nodig van het Genius Team. Zwart gaat 4 stappen naar voren. En weer wordt de lift net niet gehaald. Het Genius Team staat op 7. Gaan ze met 1 stap op 8 staan? Met een 0 of 3 van het Revenge Team zijn ze dan verzekerd van een lift omhoog. Zij zullen denken dat we heel graag op de 11 willen komen. Ja. En zij zullen niet denken dat wij 0-0 gaan drukken. Dus ik denk 0-0-1. Als zij al 0 drukken, dan hebben wij 1 sprong omhoog. Gaan we met de 8 ver omhoog. Mm-hmm. Spelers, jullie mogen nu jullie keuze invoeren. Het Genius Team drukt 1. Komt het Revenge Team over de brug met 0 of 3 stappen? Wit gaat 2 stappen vooruit. Hè, weer de lift niet. Het Revenge Team had ze door. Laten we ze een beetje helpen en de vaart erin brengen. In de beurten die volgen rukken beide teams op over de tweede verdieping. En staan ze zij aan zij in kamer 18, vlak voor 2 liften. De teams kruipen in elkaars hoofd. We moeten 3 doen. We moeten in ieder geval niet 2. Nee, we moeten in ieder geval. Ja, zij gaan horen. Anders gaan we naar de 20, dat willen we sowieso niet. Dus zij gaan horen ook. Zij gaan het misschien wel een beetje druk. Nee, we gaan sowieso 3 doen. Ja. Of zij denken dat wij op van hen. Ze denken niet zoveel. Spelers, jullie mogen nu jullie keuze maken. Om de 20 te ontlopen, drukt wit dus 3 maal. Als zwart 0 drukt, maken ze kans de lift te bereiken. Wit mag 3 stappen vooruit. De strategie van het Genius Team betaalt zich uit. Feride, 2 punten. Was dit slim van het Revenge Team? Het Genius Team moest wel met hun pion over de lift heen springen. Ze hadden kunnen weten dat ze op de blauwe lift zouden gaan staan. Kan de zwarte pion het Genius Team volgen? Zwarte pion gaat 5 stappen naar voren. Nee, ze kopiëren de strategie van het Genius Team en dat trapt daar niet in. We gooien er wat vaart in. Het Genius Team wandelt 2 etages hoger gestaag door. Anamaya, 2 punten. En de spelers gaan op jacht naar punten die hun in de finale match moeten brengen. Thomas, 2 punten. Ja. Anamaya leidt de dans. Het staat er voorlopig wel goed voor natuurlijk, maar het moet echt gaan blijken straks wat de beste strategie is. Of ik moet mijn team laten zitten of we gaan er met z'n allen door de finish heen. Het Genius Team heeft 3 liften voor zijn neus. Die blauwe zou fijn zijn, maar ja, die rode moet ontlopen worden. Hoeveel stappen kies je zelf als je de keuze van je tegenstander probeert te voorzien? Zij denken dat wij 3 doen, dus wij gaan 2 doen. Ja, dat zullen we doen. Zijn we baat bij 2, zijn we baat bij 3. Alleen bij 1 of 5. Wij willen 1 of 5. 2 dan. 1 zullen ze nooit hebben. Dat zal gekkenwerk zijn van het Genius Team. Maar 5 kan. Ja. Het Revenge Team drukt daarom 3 stappen. Wit gaat 5 stappen vooruit. Oh jee, het Revenge Team heeft dwars door het Genius Team heen gekeken en stuurt ze linea recta 2 verdiepingen naar beneden. En dat... Dat verandert de zaak. Ja. Dit is de finale aflevering. Ons team
moet winnen, dat voorop. En ik moet bij de beste twee van mijn team horen. Thomas, mag ik jou zo spreken? Ja hoor. Heeft het voor jullie al nut om elkaar te sukken of zijn jullie daar niet mee bezig? Wij hebben allemaal een opdracht. Ik ga niet winnen als ik niet mijn opdracht vervul. Wat was Fabian zijn opdracht ook alweer? Voor hem geldt dat tijdens de beurten van het Genius Team de 6 spelers minimaal 3 keer allemaal 0 drukken. Hoeveel gaan jullie erin zetten? Maar wel, wat is mijn belang dat ik dat vertel? Omdat ik jou kan helpen. En jij kan door dat te vertellen mij helpen. Ik kan jou helpen door niet Farida de winst te geven. En jij kan mij helpen door dat te vertellen. Ja, ik vind ons nu net dicht bij elkaar staan. Om het daar nog over te gaan praten. Dat vertel, maar ik word wel verleid, merk ik. Jullie mogen nu jullie keuze komen maken. Dus spreek later. Thomas denkt er nog even over na. Maar ziet ondertussen Farida van hem weglopen. Farida, 1 punt. Farida, 2 punten. De achterstand van Anna Maya en Thomas loopt op. Farida heeft 1 punt. De 2 best scorende spelers van dit team gaan naar de finale. Als ze tenminste hoger eindigen dan het revenge team. Het is natuurlijk mooi dat je begint met een voorsprong. Maar het zei helemaal niks. Ik was vooral blij dat we omhoog gingen. Jullie mogen nu jullie keuze maken voor wit. Maar komt het team tot een succesvolle strategie? De witte pion staat vlak voor 2 liften. Wat moet er nu gebeuren? De meningen zijn verdeeld. Ik denk dat ze 1 of 2 doen om ons op die rode te helpen. En zullen we 2 doen? Dan mikken we gewoon op blauw. Wij moeten 0 mikken. Op 0? Op 0. Maar wat als zij 3 doen? Want zij gaan ze niet doen. Ze hebben dan nooit 3 geholpen voor ons. Snap je, als zij 3 doen en wij doen niks, dan gaan wij naar zo. Ja, maar zij gaan niet wachten dat wij niks doen in deze. Ik denk 1 of 2. Zij gaan nooit wachten dat wij niks gaan doen. Farida heeft haar strategie erdoor gekregen. Het Genius Team zet 2 stappen. Wat komt erbij van de revenge-spelers? 0 is goed nieuws. 1 werpt het team ver terug. Dit 3 stappen vooruit. Fuck. Nice. Ik zei het. Ik zei het. Thomas is not amused. En jongens, we moeten het slimmer spelen. Dat is precies waar ik boven was. Ik sta nu op 2 punten. Ik moet nu iets gaan doen om daar vanaf te komen. Want anders word ik laatst in mijn team en dan maakt het niet meer uit of we winnen of niet. Dus ik moet nu wel individueel gaan spelen. Er ontstaat een kat-en-muisspel, waarbij wit zich herstelt door de lift naar boven te kunnen pakken. Gelukkig. Farida, 2 punten. Thomas, 1 punt. Een punt, dat is fijn voor Thomas. Maar Farida count het onmiddellijk en loopt nog verder uit. Farida, 2 punten. Leuk hoor, die punten. Maar waar gaat die pion heen? Hij pakt de lift. Oh, Annemarie, 1 punt. De druk op de spelers neemt toe. Ik word echt helemaal knetter van dit spel. Gewoon knetter. Kijk waar ze zijn. Ik werd helemaal gek toen we ineens naar beneden kelderden. Ik dacht, hoe hebben we dit voor elkaar? Zwart mag 1 stap naar voren. Nee. Nee, punt. Oh my god. Ik word gek. Waarom? Ik word helemaal gek. Zwart zit 6 etages hoger dan wit en komt dicht bij het einde. De spelers van het Revenge Team zien hun kansen op een finale plek groeien. Als team hebben wij natuurlijk baat om gewoon zo snel mogelijk bij die 100 te komen. En mijn individuele opdracht, die is zeker haalbaar. Laten we eens kijken hoe het ervoor staat met de persoonlijke opdrachten. Fabian staat zo vast als een huis. Nog geen enkele keer hebben alle spelers op de 0 gedrukt. 5 liften omhoog en 5 liften naar beneden van het Genius Team. Dat is wat Nushka nodig heeft. En ze is op de helft. En kijk Nelke. Ze zit nu op het minimum aantal punten dat Farida moet halen voor haar. Maar pas op, het mogen er maximaal 15 worden. Ik ging er wel met een winnaarsmentaliteit in, maar om ineens het Genius Team misschien te verslaan, dat voelde wel heel goed. Succes voor het Revenge Team. Het Genius Team moet er niet aan denken en wil omhoog. Snel. Er staan 2 liften vlak voor de deur. Daar moet gebruik van worden gemaakt. Zij gaan nooit ons brieven uit, denk ik. Ik denk het wel, omdat ze juist ons eroverheen willen pushen. Ze gaan ons niet op de blauw willen zetten, dus zij gaan 3 spelen. Ja? Ja. Dus dan noemen we op 0. Oké, ja. Ja. Wit mag 3 stappen vooruit. Yes. Echt goed, jongens. We halen in.
Feride heeft 1 punt. Yes, dat scheelt al een hele etage. Voor het revenge-team is er nog geen man overboord. Maar als ze crashen op de liften 83 of vooral 85, dan wordt het een ander verhaal. Dit wordt echt heel gevaarlijk. Ja, ja, ja. Dit is echt een mijn veld. Ja, maar ik denk, zij gaan voor ons denken, snap je? Zij gaan denken dat wij 3 doen, zodat we in ieder geval voorbij de eerste zijn. En dan doen ze er eentje bij. Dat is wat ik denk. Ik denk dat zij 3 gaan spelen. Dan zijn ze in ieder geval de eerste V7. Ik stel voor dat we 1 stel voor dat wij. Gewoon 0. Oh, ik zou liever 2 doen, denk je niet? 2? Denk je niet? Want zij denken van, wij gaan 3 doen, zodat we voorbij. Jullie mogen de keuze maken voor zwart. Zwarte pion mag 4 stappen vooruit. Shit. Gelukkig. Ai, ai, ai. Nog maar 1 etage tussen beide teams en... Thomas, 1 punt. Dank je. Een punt voor Thomas. Jullie hebben nog 10 minuten. Maak haast. Maar de tijd gaat dringen en Thomas maakt zich zorgen over zijn positie in de tussenstand. Fabian, kun je even overleggen? Ja hoor. Oké, ik sta nu zo achter in punten. Ik moet nu wel met de tegenstander gaan samenwerken. En Fabian heeft tegen mij gezegd dat hij de baat bij heeft dat ik punten vergaar. En ik heb daar ook baat bij. Fabian probeert Thomas te lijmen door hem een lading punten voor te houden. En zal het moment afwachten dat hij in retour daarvoor steun van hem krijgt. Voor het behalen van zijn persoonlijke opdracht. Heb jij de baat bij dat ik punten vergaar? Ja, en je doet het heel slecht eigenlijk. Ja. Dat is heel eerlijk. Ja. Ik kan wat doen wat wij met ons hoopje doen. Kan ik hier een verhaal van mijn zesde hand? Ja. 3, 2 of 1 of 0. Ja. Dus wij spreken af dat elke keer als ik iets intoets op mijn stemkastje, dat ik met mijn vingers op het stemkastje gaan laten zien of wij 0, 1, 2 of 3 gaan doen. Heel sneaky, maar is de enige manier dat ik nog punten kan vergaren. Ze zijn echt iets aan het saboteren, lijkt wel. Ik denk dat ze nu proberen om mij zo min mogelijk en jou zo min mogelijk punten te laten behalen. Nee. Feride vertrouwt beide heren niet. En ze is oud zeer tussen haar en Fabian nog zeker niet vergeten. Maar Fabian had het persoonlijk op mij gemunt. Dus ik ben nu natuurlijk gewoon een beetje bang dat hij ten onrechte heel erg mij eruit wil gaan spelen. En dat hij daar zich voor gaat inzetten. Ja, ik weet echt niet wat Feride heeft echt persoonlijk iets tegen mij. Ik denk of dat ik heel erg op een ex van haar lijk. Of dat ze stiekem gewoon een hele kinky seks met me wil. Het is 1 van die 2. Kinky seks? Dat is niet echt woke, Fabian. Volgens mij wil Feride vooral scoren en de lift in, zonder jou, naar boven. Willen jullie een keuze maken? Ja. Zie je het? Thomas seint. En zijn wij de enigen die het doorhebben? Thomas seint 2. Kan Fabian hem helpen met 2 of 3 stappen van het revenge team? En hem een punt bezorgen in kamer 58 of 59? Pit mag 2 stappen vooruit. Jullie mogen nu stemmen voor zwart. Weer seint Thomas 2. Hebben jullie gedrukt? En weer levert het hem niets op. Ons deel gaat niet door. Oh, ik deed net precies wat ik had van afgesproken. En jij hielp mij niet aan die 2 of 3. Nee, dit was echt heel dom. Dit was heel dom. Dit geef ik toe. Dit was toch helemaal nergens op. Maar ik zat gewoon echt. Ik zat gewoon te drukken. Het ging niet goed. Het was gewoon stom. Dit was gewoon een drukfout. We hebben een deal gemaakt. Ik ga niet die fucking deal heen. Dan weet jij toch gelijk dat ik het doe. Dat slaat er nergens op. Oké. Okay. Dus ik ga nog 1 keer opnemen. Oké, ja. Nee, serieus. Sorry. Thomas geeft Fabian nog 1 kans. Jullie mogen nu de keuze maken voor wit. Er zijn 2 stappen nodig om op zijn bordje te komen. Thomas seint 0. Fabian moet nu 2 stappen leveren. Lukt hem dat? We kunnen beter 2 doen, denk ik. Ja, denk ik. Heel onopvallend weet Fabian het team met zich mee te krijgen om Thomas punten te bezorgen. Wit mag 2 stappen vooruit. En daar zijn ze. Fabian bezorgt Thomas 2 punten. Thomas 2 punten. Dank je. Maar Feride heeft Thomas en Fabian in de gaten gehouden. Thomas, maak jij naar hem gebaren wat wij doen? Naar Fabian? Nee. Eerlijk. Je laat niet merken wat wij doen. Ik moet heel erg oppassen, want Feride heeft me bijna door. Ik moet heel erg opletten dat ik niet duidelijk ga signalen. Maar ik weet niet of ze doorheeft dat ik gewoon puur op een stemkastje 1, 2 of 3 vingers leg. Wat zegt hij tegen je?
tegen jou. Ik word wat hij tegen mij zegt is dat hij er belang bij heeft dat ik veel ben te vergaren. En dan gaat hij mijn vleesje ermee of zo. Ja. Hij speelt het echt weer vies. Ja. Da-ra-da-da. Ja. Aan het begin hield ik mijn punten bij. Dan dacht ik, oké, ik zit of in de eerste of in de tweede. Of ik ben de eerste of ik ben de tweede. En toen kwam Thomas er opeens bij. En toen kwam Annemarie erbij. En ik dacht, wow, Annemarie komt er ook aan. Ik dacht, oh, misschien ben ik nu wel de tweede of de derde. Op een gegeven moment dacht ik weet het gewoon niet meer. Feride is de tel kwijt. Ze weet niet of ze eerste of tweede staat in punten. Het revenge-team staat angstvallig dicht bij kamer 100. En Thomas blijft maar scoren. Zwart mag 3 stappen vooruit. Thomas, 1 punt. Weer een punt. Feride's zorgen worden groter en groter. Op een gegeven moment werd het heel spannend omdat we naar boven gingen. En daar zaten bijna geen naambordjes meer. Ik denk, dit spel moet snel eindigen. Anders gaat iedereen punten pakken en ik niet. Ik snap toevallig dat jij nu die punten hebt gepakt of niet. Ik heb het gewoon gedaan, want hij zei... Ja, weet ik. Maar wist hij dat? Hoe moet ik dat zeggen? Ja, oh, ja, nee. Ik moet echt oppassen. Maar het is wel de finale aflevering, dus je moet dit wel zo spelen. Anders lig ik er zelf uit. Gaan jullie gang? Nou, nog 1 keer dan. Kijk, dat vingertje. En jawel hoor. Wit mag 1 stap vooruit. Thomas, 1 punt. Voor Feride is de maat vol. Jongens, Fabian is jullie aan het naaien door samen te werken met Thomas. Maar hij zegt dat het idee dat ik heb probeert bij Thomas de meeste punten te halen en te saboteren dat jullie gaan winnen. Dat komt door onze gebaren naar elkaar. En Thomas krijgt steeds die punten. Oké, ik denk dat het... Ja, deze was wel doorzichtig. Ik ga even goed kijken naar hun communicatie. Fabian is de hele tijd wel erg dominant met zijn plannetjes. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed waar hij de hele tijd naartoe wil. Nou, dat kan ik je vertellen, hoor. Fabian hoopt op deze manier zijn persoonlijke opdracht te laten slagen... waar hij behoorlijk mee in zijn maag zit. Fucking op. Jullie snappen niet hoe ingewikkeld onze opdracht is. Gaat er nu in ieder geval om dat jullie 0 inzetten. Zoveel mogelijk. Fabian hoopt dat hij Thomas zo ver heeft kunnen krijgen om met zijn team 0 te kiezen. Zijn wensen voor zijn eigen team zijn logisch. Ze gaan niet 1 spelen. Ze gaan niet 1 spelen, want ze verwachten dat wij gaan spelen. Doe 2. Nee. 0. Hebben jullie allemaal gedrukt? Ja. Krijgt Fabian waar hij zo op hoopt? 3 keer 0? Wit mag 1 stap naar voren. Hoi. Nee. Sterker nog, het Genius Team komt met rassen schreden dichterbij. Die wil je wel dichterbij. Thomas, 1 punt. Op een gegeven moment had ik bij Thomas de afspraak dat hij ging aangeven hoe ze zouden stemmen. En dat heeft hij ook een aantal keer gedaan. Alleen, ik wilde daarna zeggen, ja, maar je moet ook dan om de beurt bij mij de 0 stemmen. Want dat was de tegendeel. Die had hij dan blijkbaar niet goed begrepen, of wel begrepen, maar niet gedaan. Feride voelt de hete adem van Thomas in haar nek. Met het vermoeden dat hij haar belazert, besluit ze de schroom van zich af te gooien. Nou, ik ging de boel saboteren. Dus ik zei dat ik 1 ging drukken, drukte ik 0. De witte pion mag 3 stappen vooruit. Ja, dat bedoel ik. Ik had er weer belang bij dat we een beetje naar beneden zouden zakken. Feride, 1 punt. Dus ik dacht, ik moet degene zijn die in ieder geval met de hoogste punten eindigt. Ik wil die punt ook wel. Ferides voorsprong is flink geslonken. Thomas komt steeds dichterbij. Maar het Genius Team is nog maar 1 verdieping van de finish verwijderd. Thomas, 1 punt. En als ze het Revenge Team voorblijven, kom je als 2e ook in de finale. Ik had geen flauw benul hoeveel punten waren. Ik was gewoon gestopt met tellen. Ik denk, jongens, zoek het maar uit. Ik ga zo max mogelijk pakken, want ik ga me niet gek laten maken. Spelers, de tijd is bijna om. Ik geef beide teams nog 3 zetten. Lijkt me verstandig. Zo kan het wapen van tijdrekken niet misbruikt worden. Wat kan er in 3 zetten gebeuren? Zwart mag 5 stappen vooruit. Het Revenge Team schuift een etage op. En het Genius Team, dat heeft 2 rode liften voor zijn neus. De witte pion mag 4 stappen vooruit. En dat is er 1 te veel. Ze vallen 2 etages naar beneden. Annemarie, 1 punt. Het Revenge Team heeft op deze verdieping nu hun prooi in zicht. En het lijkt erop dat het met Nelkers persoonlijke opdracht helemaal goed komt. Mijn opdracht klopt nu. We moeten heel snel naar boven en voor hun eindigen. Als het Revenge Team wint, kost dat het Genius Team een finale plaats. Feride, 2 punten. 2 kamers tussen beide teams met nog 3 zetten te gaan.
Hoe spannend wil je het hebben? Jullie mogen nu de keuze maken voor de witte pion. Niet gedrukt. Slaagt het Genius Team erin om de rode lift op 70 te ontwijken? De witte pion mag 3 stappen vooruit. Het Revenge Team kan met de lift naar boven. En moet sowieso zorgen niet in de lift op 70 terecht te komen en daardoor naar beneden te kukkelen. Als de lift naar boven niet gehaald wordt, moeten ze hopen dat het Genius Team in de allerlaatste zet in de lift op 74 naar beneden terechtkomt. Zwart mag 1 stap naar voren. Hoi. Yes, lekker. Het wordt de lift. Ai, ai, ai. De spanning is te snijden. Nee. Thomas, 1 punt. Spelers, dit wordt de allerlaatste zet. Doe je best. Het Genius Team heeft 3 opties. Of ze gaan met minimaal 5 punten voorbij aan het Revenge Team. Of ze verslikken zich in de rode lift op 74. Of ze vallen met hun neus in de boter op 73. Oké, ben je wel klaar? Nou, wat wordt het, jongens? Toen werd het wel even heel benauwd ineens. Godverdomme. Ik denk misschien dat we 2 moeten doen. Als wij 3 doen, doen zij 2, zou je. Of zouden we 1 moeten doen, omdat ze denken, dat doen ze toch niet. Wacht, wat gaan we doen? Jullie mogen nu jullie keuze maken. Ik ga 1. 1. Spelers? Ja, het wit mag 2 stappen vooruit. Het wordt de lift. En op het nippertje kloppen ze het Revenge Team. Wow. Lekker. Het spel is gespeeld. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Ik denk, wauw. Ik ben echt, echt heel blij. Ik vond het meematch verschrikkelijk. De meeste tegels van mij lagen op de laatste 2 rijen. Dus daar was bijna nooit langs geweest. De winnaars van de laatste meematch zijn Feride en Thomas. Zij spelen samen de allesbeslissende final match. De strategie heeft gewerkt. Ik heb een beetje tegen mijn team ingespeeld, maar het was ieder voor zich om naar de finale te gaan. En ik heb die inhaalslag gemaakt en verdiende niks aan in de finale. We beginnen met de final match. Password. In dit spel probeer je het password van je tegenstander te raden. Dat doe je met behulp van de valse informatie die je van je tegenstander krijgt. Jullie gebruiken beide de nummers 0 tot en met 9 om een 4-cijferig password te maken. Er zijn geen restricties bij het kiezen van het password. Als de passwords zijn gemaakt, gaan jullie er elkaar om beurten vragen over stellen. De speler met de meeste G-coins mag starten. De speler die de vraag krijgt, moet antwoorden met een leugen. Als je de waarheid vertelt in je antwoord, wordt de truth detector geactiveerd. Je moet dan als straf aan je tegenstander een nummer bekendmaken dat niet in je password voorkomt. Als je aan de beurt bent en het password denkt te weten, mag je dat geven nadat je antwoord hebt geroepen. Maar als je antwoord roept en het password dat je noemt fout is, is je tegenstander direct aan de beurt. De speler die als eerste de cijfers van het password van de tegenstander in de goede volgorde raadt, is de winnaar. Heftig spel. Ja. Zo. Oh nee, dacht ik, dit is niet mijn spel. Oké, we gaan nu dus echt een code kraken. Ik vind het een terecht finale spel. Ik denk dat het wel echt een hersenkaker wordt. De spelers krijgen nog even tijd om op zoek te gaan naar tips hoe je password het slimst kan spelen. Hallo. Hey. Hallo, hallo. Wat voor soort vragen zouden jullie stellen? Ja, je moet zorgen dat het een binair antwoord wordt. Wordt ja of nee? Ja. Want dan weet je een leugen is het tegenovergestelde. Ja. Ja. Volgens mij moet ik hier wel goed in zijn, want ik kan logisch en snel nadenken. Ik heb vroeger beta-pakket gehad. Ik ben goed in de getallen. Volgens mij moet dat wel iets voor mij zijn. Get in. Mm-hmm. For the girls. Doe het voor de girls. Ja, ik heb hem. Komt goed. Spelers, kom nu naar de gamezone en speel de final match.
Feride, je mag als eerste de code opschrijven. Thomas, je mag je even omdraaien. Feride, mag jij je even omdraaien? Mag Thomas de code opschrijven? Thomas, jij had de meeste G-coins, dus jij mag beginnen met een vraag. Oké. Feride, zitten er nummers die hetzelfde zijn in jouw code? Ja. Feride, dan mag jij nu een vraag stellen. Is je derde cijfer een cijfer onder de 3? Ja. Thomas? Heb jij 2 of meer oneven getallen in je code? Nee. Zit je derde cijfer tussen de 4 en de 7? Tussen de 4 en de 7. Wacht, is dat dan alleen maar 5 en 6? Ja. Heb jij een gelijk aantal even en oneven cijfers? Nee. Ja, les. 2 even, 2 oneven. Is je derde cijfer oneven? Nee. Ik vind het tricky, want zij weet volgens mij nu na 3 vragen dat mijn derde cijfer een 9 is. Thomas, jij mag een vraag stellen. Friede, jouw hoogste getal uit jouw paswoord, zit dat bij de eerste 2? Ja. Ik vind de vraag van Thomas te vraag. Is je tweede cijfer een oneven getal? Nee. Jouw hoogste getal, is dat het laatste getal uit je paswoord? Ja. Friede? Is jouw tweede getal een 3 of lager? Nee. Friede, jouw laagste getal, zit dat bij de eerste 2 van de cijfers van je paswoord? Nee. Maar het mag wel specifieker zijn. Ja, dit is het lastig probleem om hier iets mee te doen, hoor. Ja, je hebt te veel informatie en te veel mogelijkheden ermee. Is jouw eerste cijfer een oneven getal? Ja. Thomas weet al veel in brede zin en is er vast wijzer van geworden. Maar kiest er dan eindelijk voor om binaire vragen te stellen. Je derde getal, is dat even of oneven? Oneven. Is jouw eerste cijfer een 4 of hoger? Nee. Jouw eerste getal, is dat even of oneven? Is even. Is je vierde cijfer een 5 of lager? Nee. Oké. Okay. Spannend. Ja, het is heel spannend, ja. Ja. Maar wat ik weet, is dat zij 2 even, 2 oneven cijfers heeft. En dat ze allemaal verschillend zijn. Feride, is je tweede getal even of oneven? Oneven. Thomas, is je vierde cijfer oneven of even? Mijn vierde cijfer is oneven. Friede, is jouw tweede getal je laagste getal? Nee. Ik snap zijn tactiek, denk ik, maar dan moet je dus wel gokken dat Friede het niet binnen nu en 4 stappen staat. Friede, je mag een vraag stellen. Thomas, is jouw vierde cijfer een cijfer tussen de 4 en de 8? Ja. Friede loopt nu volgens mij een tikkeltje voor. Is jouw
tweede cijfer lager dan een 2? Nee. Thomas, is jouw tweede cijfer hoger dan je vierde cijfer? Nee. Is jouw eerste cijfer lager dan je laatste cijfer? Ja. Thomas, zit jouw eerste cijfer tussen de 5 en de 9? Ja. Jouw eerste cijfer, is dat een 3 of hoger? Nee. Ik wil antwoord geven. Wat? Spannend. Ga je gang. 4391. Antwoord is niet correct. We gaan door. Thomas, jij mag zelf vragen stellen. Sorry, ik moet even nadenken. Nou, Thomas, had dat maar gelijk gedaan. Nee, ik denk dat hij veel meer informatie inmiddels heeft dan dat jij denkt. Nee. Hij heeft gewoon echt verkeerde vragen gesteld. We gaan zien. Antwoord. Oh, ik zie je antwoord geven. Ja. Is jouw paswoord 5087? Ze knikt een beetje. Zag je het? Ik weet niet. Ze kijkt heel gespannen naar Gina. Je mag antwoord geven. Nee. Oh. Antwoord. Oh, ze weet het. Ja, of niet? Ik denk dat jouw paswoord 4390 is, klopt dat? Oh my god. Genius. Goed gedaan. Heel goed, top. Super. Jij bent ook echt heel goed. Heel goed gespeeld, hè? Hey, genius. Oh my god, er valt. Zo PvP. Oh, zo goed. Dat was goed gedaan, hè? Gefeliciteerd, Faride. Jij bent de genius van 2022. Ik ben echt heel blij. Ik denk dat ik het eerlijk heb gespeeld. Ik denk dat ik het goed heb gespeeld. Ik denk dat ik niemand heb genaaid. Supergoed. Jij ook, Thomas. Dit is echt niet normaal. Ik knijp is een droom. Ik ben gewoon de genius, jongens. The first one in the Netherlands. Spelers, het was een zware maar eerlijke strijd. En ik ben trots op jullie. Ga nu naar huis. Verlaat mijn domein en kijk niet achterom. NTR. Speciaal voor iedereen.